Nou, dat is een discussie nu. Andere vraag aan jou. Hoe ga je nu zo'n crisis het slimste aanpakken? Er zijn veel economen die zeggen, dat hoorde je ook, het Red Team in de Tweede Kamer in zo'n hoorzitting van de week bepleiten. Kom nou met een knalharde lockdown van 2 of 3 weken. En daarna kunnen we eruit. Of, wat anderen zeggen, er is geen enkel perspectief voor de langere termijn. We struikelen van lockdown naar lockdown. We komen er nooit meer uit. Wat moeten we doen? Ja, nou, dat klinkt wel heel erg. Nou ja, dat is wat nu aan het gebeuren is. We gaan 4 maanden later weer een lockdown in, feitelijk. Kijk, wat we nu moeten doen in termen van restrictiemaatregelen, dat is natuurlijk niet aan een econoom, dat is aan de politiek. Maar goed, dat is flauw om te zeggen. Maar maak het sommetje. Kijk, wat we in ieder geval kunnen zeggen als econoom, kijkend naar deze situatie, is dat om de economische schade hoef je de lockdown bijna niet te laten. En dat is even iets. Je bedoelt, is het al zo slecht? Het wordt niet slechter. Nee, daar bedoel ik er niet mee. Ik bedoel dat. Kijk, wat we zien is. Het kabinet kondigt maatregelen aan. En er is een hele hoop economische schade. En we horen de boosheid erover. En de boosheid richt zich richting de politiek en het kabinet. En het OMT dat die maatregelen voorstelt en aanneemt. Maar wat we onderzocht hebben is dat het virus. Dat zie je natuurlijk niet, maar dat veroorzaakt zowel de maatregelen als de schade. Als het gedrag. En dat is heel erg moeilijk om uit elkaar te halen. Dus er is nu onderzoek gedaan in de VS. En wij hebben daar in ons team ook voor Nederland onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. En wat we eigenlijk vinden is dat het grootste deel van de schade wordt veroorzaakt door de consument die zeg maar niet besteedt. Dat zien we ook in onze pintransacties. En die bestedingen die waren er ook voor het grootste deel niet geweest. Als de overheid de maatregelen niet had genomen. Maar nu bijvoorbeeld zo'n hele simpele maatregel als die mondkapjes. Mensen moeten niet in een winkel een mondkapje, maar de praktijk zal zijn dat heel veel gaat gebeuren. Is dat nou goed of slecht voor de omzet van de ondernemer? Weet jij dat? Nou, weten doen we eigenlijk heel weinig. Oh, jij ziet al de pintransacties. We kijken dus niet naar de pintransacties met en zonder mondkapje. Dat suggereerde je net, dat is een goed idee. Nee, wij kijken wel dagelijks dus naar de pintransacties in vergelijking met dezelfde week het jaar ervoor. Nee. Dus dan haal je alles van de zomervakantie haal je allemaal eruit. En wat we nu zien is dat eigenlijk sinds half september vallen eigenlijk de pintbestedingen hard terug. En met name in de categorieën waar mensen bang zijn om een ander tegen te komen. Maar het is echt psychologie, of is het ook echt... Ja. Nee, dat is geen psychologie, dat zijn hele harde cijfers. En, De cijfers zijn, maar de reden dat ze doen, mensen zijn bang. Gaan ze de winkel niet in omdat ze denken, ik vind het niet gezellig, of zijn ze bang? Want met een mondkapje oplopen, je doet het niet vrijwillig. Ja, dat weten we natuurlijk niet. Kijk, wat er kan spelen is, mensen maken zich zorgen om besmet te worden. Ja. Het kan zijn dat mensen niet willen besteden omdat ze denken, er komen economisch zware tijden aan, ik hou even een buffer aan. Mm. Het kan ook zijn dat mensen denken dat er restricties aankomen en denken, ik ga daar niet naartoe. Mm. Daar kan van alles spelen. Maar wat we zien in de cijfers in ieder geval is dat de schade er al begint te komen, terwijl de maatregelen er nog niet zijn. Ja.